Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat er we een tweedeling in het land hebben. In het noorden schijnt de zon flink, in het midden en zuiden is het nog bewolkt en valt van tijd tot tijd wat regen. In de namiddag en avond trekken de wolken en regen geleidelijk aan naar het zuidoosten weg en komen de brede opklaringen. Komende nacht is het vrij helder en overwegend droog en het koelt dan af naar zo'n 9 tot 7 graden. En vooral in het binnenland kan wat nevel of een enkele mistbank ontstaan. Morgen overdag schijnt overal de zon flink, er ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 of 21 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten, windkracht 2 of 3. Donderdag begint de dag met van tijd tot tijd zon, maar in de middag raakt het bewolkt en volgt enige tijd buien geregen. Het wordt wel 21 of 23, tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag blijft het vrij wisselvallig met wolken, zon en een aantal buien en de middagtemperatuur rond 21 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.